zo, zit erop, het is gedaan. It's over, you did it again. Voor de 145ste keer. 407 leden hebben keihard gewerkt om dit spektakel waar te maken. En geef toe, beste mensen, het was de moeite. En ook, geef ze allemaal nog een laatste superapplaus. Want speciaal voor die traden op 22 competitieturners. 40 tumblers. 140 recreatieturners. En maar liefst 200 dansers. Zij stonden in de spotlights, maar niets is mogelijk zonder de onbaatzuchtige hulp van iedereen achter de schermen. Mogen wij voor deze mensen ook nog een speciaal applaus, meer bepaald voor de leidingmensen, de materiaalmensen, de lichtmensen, de klankmensen, de kassamensen, de topmensen enzovoort. En welk mens krijgt zoals elk jaar het laatste woord, ook al zijn haar stembanden oververmoeid? Juist, onze voorzitter, Sigrid Savard. Beste toeschouwers, mijn stem is niet zo hard als die van Carla. Laat me eerst een daverend applaus vragen voor onze sprekermens, Carla van Overbeke. En dan nu nog een belangrijke mededeling voor de mensen op de vloer. Als jullie graag cadeautjes geven, doe het dan nu. En ons Carla is ook nog iets vergeten te vermelden, namelijk de opmerkelijke prestaties van onze AGD en AGH-mensen. We haalden namelijk een gouden medaille op de provinciale voorronde van recreaturnen bij de Benjamins, Edi Pepermans, Jana Gonkos en Jento Trouwens. Eveneens goud bij de minime, Caro Gallego en Lara ten Weduwe. We hadden maar liefst de eerste plaats bij de belofte, Lotte van Itterbeek. Was tweede op het provinciaal kampioenschap AGD C-niveau. En we haalden ook het selectie voor het Vlaams kampioenschap, Katrien Nering. Was derde op het provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioenschap bij AGH A-niveau, Toon Pellegrins. En als laatste, maar wel zeer belangrijk, Belgisch kampioen bij AGD A-niveau, Jitske de Hert. Dit was het dan echt. Bedankt dat jullie erbij waren. Tot ziens en wel thuis. Koppen.